Ik vang vandaag bij de trainer aan door op te merken dat wij ook als club sportief gezien teleurgesteld zijn dat Lering Duarte ons gaat verlaten. Een fantastische man in de kleedkamer, buiten het veld, goede voetballer. Maar dat is het lot van de club als Heracles Almelo. Zolang wij nog geen nieuw stadion hebben, zijn wij alleen op grond daarvan al niet in staat om dit soort spelers te behouden. Aan de andere kant zijn we er trots op. Dit is de zoveelste transfer. Die spelers, jonge spelers die hier beginnen, die hier hun carrière vervolgen, dat die zich hier ontwikkelen en uiteindelijk naar een hele goede en grote club gaan. Daar zijn we trots op. En dat geeft ons ook weer mogelijkheden om andere jongens aan te trekken. Die hebben dan dezelfde perspectief als het goed is. De onderhandelingen met Ajax waren niet makkelijk. Uiteindelijk zijn we na deze wedstrijd, we wilden ook absoluut over deze wedstrijd heen tillen, zijn we eruit gekomen. En Mike Overmars heeft ons gefeliciteerd en wij hebben Ajax ook gefeliciteerd, want die krijgen er een fantastische speler bij in mijn ogen. Ook al onze spelers, hoe ze dan reageren in de kleedkamer, ik vind dat fantastisch. Ze gunnen zo'n speler, zo'n collega, gunnen ze de transfer. En dat doet je als voorzitter en als bestuur, doet je dat lucht. Nico-Jan Halsma en ik zijn vanaf gisteravond en eigenlijk de hele dag ermee bezig geweest. Wat zullen we doen, wat moeten we doen? Maar uiteindelijk, dat vind ik ook belangrijk, wij gunnen ook spelers als Duarte, die gunnen wij een vervolgstap in hun carrière. Wat mij betreft heb ik de zaak hier mee toegelicht. Zijn er desondanks toch nog vragen? Nu pas na de wedstrijd is de beslissing pas gevallen. Nu pas na de wedstrijd is de beslissing. Wij hebben vandaag met bestuurder over vergaderd en lagen een wat variërende voorstellen. En vandaag hebben wij de beslissing genomen. En na de wedstrijd heb ik de deal rondgemaakt met Mark Overmars van Ajax. En het gaat er dus om dat hij nu zelf nog rond moet komen met Ajax. En hoeveel heeft het opgebracht? Ja, dat is al gebruikt, daar doen wij geen mededeling op. Je zegt net, er lagen wat gevarieerde voorstellen. Kun je dat een beetje uitleggen? Nee, dat is niet allemaal. Ik kan wel 20 varianten opnoemen, maar er waren een aantal varianten. En één daarvan hebben we voor gekozen. Dat klinkt een beetje vaag. Ja, maar het klinkt al helemaal vaag omdat ik niet aangeef wat we willen betalen. Dat is nog veel vaag. Daar gaan we verder niet op in, Gasje. Ga je nou wat doen in het kader van deze vakantie? Ja, in overleg met de trainers en onze scouts hebben wij uiteraard een schaduwlijst, zoals een goede club betaamt. En dan gaan we de komende dagen gaan we kijken hoe we dat kunnen invullen. Maar de trainers zijn net al, dat in principe Thomas Bruns, degene is ook uit Jong Oranje, die in staat moet zijn om die plaats uit te nemen. Maar hij zei gisteren dat hij er 3 spelers bij wil als Lering vertrekt. En dit is dus... Mag ik even inbreken? Dat heb ik niet zo gezegd. Ja, ik ben er nog, jammer genoeg. Dankjewel, Jan. Hij wil er graag 3 spelers bij. Ja, dan zal het, hij wil er wel 5 bij, kan ik er wel voor. Maar hoe wil je graag dat jij dat wel, maar wij niet. Nee, wij gaan het invullen, gaan kijken wat haalbaar is. En aan de hand daarvan dan kun je wel gaan kiezen. Je kunt 3 mindere spelers nemen voor een x-bedrag. En je kunt ook 1 goede nemen voor kwaliteit en kwantiteit. Maar als de trainer voor kwantiteit wil gaan, dan kan ook. Het is kort dag, jongen, trouwens. Sorry? Kort dag. Ja, maar voor Ajax was het ook kort dag. Maar zo, dat is heel merkwaardig in die transferperiode. Ik bijzonder vervelend, maar ja, zo zit die wereld in de vrij. Verder nog mensen? Zo niet zie ik u graag op 21 seconden. Fijne avond.